Maar ik heb nergens spijt. Nergens. We hebben niks nodig voor je. Het is 11:55 bij theatergroep Afslag Eindhoven. Ondanks landelijke erkenning van onder andere theaterfestival Oerol en het Fonds Podiumkunsten dreigt het gezelschap zijn subsidie te verliezen. Als dat zou gebeuren, dan zou echt een ramp zijn voor ons, want dan zouden we moeten stoppen. En we hebben al 8 jaar zijn we bezig om een mooi gezelschap op te starten. Nou, dat hebben we gedaan. We maken mooie, belangrijke voorstellingen. En het is voor ons bijna onvoorstelbaar om te stoppen. Niet alleen Afslag Eindhoven maakt zich zorgen over de toekomst van de theatergroep. Ook presentatrice Yvonne Jaspers en actrice Monique Hendricks doen een dringend beroep op de overheid. Cabaretier Theo Maassen en New Kids Huub Smit maakten zelfs een video om de politiek te overtuigen. Afslag Eindhoven moet blijven. Ze moeten blijven. Het is het enige interessante locatietheatergezelschap in Brabant. Ik ga altijd kijken en het zijn altijd voorstellingen over, over gevoelige mensen in een ongevoelige wereld. Mensen van vlees en bloed die in de penarie zitten en die op een of andere manier daaruit proberen te komen. Ze moeten blijven, dat vind ik. Maar goed, wie ben ik? Maar dat vind ik wel. Afslag Eindhoven. Dat is een club die moet blijven bestaan. Ze spelen de mooiste, prachtigste voorstellingen op de meest bijzondere locaties door heel Nederland. Het is de plek waar ik begonnen ben na de toneelschool. Ik speel er nog regelmatig. Ik ga ook graag kijken overal waar ze spelen. Spelen door het hele land. Alsjeblieft mensen, dit mag niet verdwijnen. Afslag Eindhoven moet blijven bestaan. Weet wat je doet als je ons geen subsidie meer verleent. En met ons meer groepen hier in Eindhoven trouwens hoor. Want dat zou betekenen dat er echt een heel groot veld opeens zomaar weg zou vallen. Om te zorgen dat dat niet wegvalt, heeft het theatergezelschap voor de komende 4 jaar een bedrag van 4 ton aangevraagd. Van de landelijke overheid hoopt Afslag Eindhoven een bedrag van 480.000 euro te krijgen.